Gezien jullie veel IT-talent nodig hebben, was het een, een logische keuze om voor Excelis te kiezen dan? Dat is een grote meerwaarde, dat is een heel goede match. Zij slagen er ten eerste in om goede kandidaten uh, aan te bieden, goede mensen voor te stellen en samen met ons een goede technische opleiding te geven, maar meer dan een technische opleiding. Want de mensen komen terecht in projectgroepen, projectgroepen waar ze samenwerken. En dan zijn andere opleidingen, zoals soft skills, communicatietechnieken, presentatietechnieken, ook heel belangrijk. Want uit, uiteraard, uiteindelijk moeten, moeten mensen in informatica niet op hunzelf, op een eilandje gaan werken, maar moeten ze in een projectgroep terechtkomen. Een projectgroep waar we soms met 10, 20 mensen samenwerken, aan één programma. En daar zijn dan... Opleidingen zoals communicatievaardigheden, presentatietechnieken en heel, heel interessant. Merk je dat daar een, een groot uh, verschil in is in, in jonge IT-talenten en al mensen die al langer aan het werk zijn? Dat, dat daar echt wel een nood aan is, aan die, aan die opvang en die ondersteuning? Ja, die opvang is, is noodzakelijk. Ja. Omdat je, je zit in school, je leert veel. Uh, men probeert daar ook in groepjes te werken, twee, drie man. Maar dat is nog niet hetzelfde als een opdracht doen op een project dat misschien een half jaar ja. gaat duren in een groep waar je een half jaar mee gaat samenwerken en waar iedereen zijn eigen specialiteit heeft. Dus ja. daar is toch wel een heel groot, uh, heel groot verschil. Die ervaring moet nog helemaal opgebouwd worden. Ja, dus teamverband werken teamverband is heel erg is belangrijk, heel bij belangrijk bij jullie? Heel belangrijk. En de coaching en de begeleiding daaromtrent is ook heel belangrijk. Ja. En waarom hebben jullie eigenlijk voor Excel eens gekozen? Oh, ik kan dat samenvatten in één heel klein woord of in een klein zinnetje. Neemt het zinnetje. Het klein zinnetje, de goede ervaring met raf. Is het? En het woord, Raf. Ja. Ja, raf is natuurlijk één ding, maar de kwaliteit van de consultants is toch ook ontzettend belangrijk. Die is ontzettend belangrijk. Dat start eigenlijk met de selectie. Hè. Mm -hmm. Dat start met de mogelijkheid om de juiste kandidaten aan te bieden. 100% match. 100% match. Is dat het geval? Dat is toch wel, dat is toch wel het geval. Ja. Bij de verschillende consultants die we gehad hebben, is de match wel heel goed. Ze slagen er goed in om te integreren in het team. En ze, over het algemeen zetten ze sterke resultaten neer. Oké, okay, fijn. Ja, je gaf het daarnet al aan dat er een bepaalde kloof is tussen de academische wereld en de bedrijfswereld. Hoe ervaar jij dat? Ja, er is wel degelijk een kloof. Hè? In de academische wereld doe je kennis op, in de bedrijfswereld doe je ervaring op. En die ervaring die start met die kennis, maar is veel meer dan veel meer dat. Je moet samenwerken met mensen, je komt in groepen mensen terecht, in projectgroepen terecht. Dus die soft skills, die communicatietechnieken, die zijn. Die zijn ook heel erg van, van belang. Koen, zou je Excelis voor mij kunnen omschrijven in drie kernwoorden? Jazeker. Excellent, dynamisch en jong. Oké. Okay. En waarom? Ja, excellent, omdat ze goed zijn. Mm -hmm. Dynamisch, omdat ze erin slagen om voor verschillende uh, vragen heel goed daarop te kunnen antwoorden. En jong zijn ze natuurlijk. Uiteraard.